Bart was echt een idool van mij. Het is eigenlijk de reden dat ik televisie ben gaan studeren, omdat ik zo fan was van zijn programma's. De VRT zet de samenwerking met Bart de Pauw onmiddellijk stop. Na verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Ik was niet op zoek naar straf voor Bart. Ik was op zoek naar inzicht. Het is kwalijk, het is kwetsend en het moet echt stoppen. Hij wou dat ik tegen die journalist zei dat hij bij mij zo'n dingen niet gedaan had. Je kunt van alles beweren, maar je hebt natuurlijk ook altijd de feiten. Ik weet dat ik echt gedacht heb, oh nee, waar zijn we begonnen? Dat was zo intens heftig toen dat aan het licht kwam. Hoe dichter dat ik bij Mechelen kwam, hoe meer dat ik voelde van wow, oké, nu is het verrecht. Het was alsof dat ik mij echt moedwillig moest laten in schalken snijden. Niemand van ons wou rechtszaak. Niemand. Ik kan nu voor eens en voor altijd mijn verhaal doen in de hoop dat dit de laatste keer mag zijn dat ik mijn verhaal doe.